De Zandwijkse Poort in Tiel wordt eindelijk aangepakt. Op het terrein wordt onder andere een parkeerterrein ingericht. Wethouder Driessen. Volop activiteiten, ook een heel mooi moment, want de omwonenden hebben hier heel lang zich aan geërgerd. En we zijn nu begonnen met het inrichten voor een tijdelijke periode van maximaal 10 jaar in verband met de ontwikkelingen. Van een parkeerplaats en een mooi park. En vandaar ook dat wij op deze locatie ook een rotonde gaan aanleggen voor een veilige verkeersafwikkeling. En een aansluiting te zoeken bij de nog niet zo lang geleden opnieuw gemaakte binnenhoek. En wat ook zeer bijzonder is hier op deze locatie is dat wij dit hebben ontwikkeld samen met de omwonenden. We zijn echt de eerste keer naar de omwonenden gegaan van we hebben geen plan. We hebben wel helderheid, er moet parkeren worden. We weten wat het budget is. En verder is het aan u om gezamenlijk, en er is een werkgroep voor aan de gang gegaan, uiteraard in samenwerking met de ontwikkelaar en de ontwerper en met de gemeente, om het park zo te ontwikkelen zoals het nu klaar is. Zandwijkse Poort is een van de 3 poorten die vallen binnen het Waalfront. En deze poort, de Zandwijkse Poort, was ook bedoeld voor parkeren, maar zeker ook aanvulling op het winkelgebied. En op dit moment is er een ontwikkelaar aan het kijken of er een haalbaar plan te ontwikkelen is. De verwachting is dat het terrein aan het einde van het jaar gereed is.